Er staat bij mij een Jezuskindje. Heel kleurrijk, op het eerste gezicht een heel gewoon voorwerp, maar er gaat 800 jaar geschiedenis achter schuil. In de 12e eeuw verandert namelijk de spiritualiteit. De nadruk verschuift van de goddelijkheid van Jezus naar de menselijkheid van Jezus. En dat gebeurt vooral in religieuze gemeenschappen van vrouwen. En wanneer zo'n vrouw religieuze zuster werd, kreeg zij niet zelden zo'n Jezuskindje cadeau. Dat was haar bruidegom, daarmee trad ze in het huwelijk. Nu, die zusters deden daar allerlei dingen mee. Ze kon ervoor bidden, ze kon het aankleden, de beeldjes werden zelfs, het zijn Jezuskindjes, gewiegd. Belangrijk is dat het een voorwerp is dat makkelijker toeliet om te bidden. Het is makkelijker bidden voor een Jezus van ons, een kind Jezus, dan wel die grote Heer die ons helemaal overstijgt. Heel die geschiedenis ligt vervat in zo'n één klein beeldje.